Stond gewoon normaal in één keer vloep. Ik ging door mijn enkel en deed echt heel veel pijn. Oh, wat vervelend, joh. Yeah. En het is al heel lang geleden dat het is gebeurd, maar het blijft maar pijn doen. Nou, de dingen die ik veel tegenkom hier is bijvoorbeeld buikpijn bij kinderen. Slijmoortjes, met vraag over de trommelvliesbuisjes in moeten. De enkelverstuikingen met het sporten. Wratten, de aloude wratten. Maar daarnaast komt ook voor natuurlijk verkoudheden. En nu zeker in de herfst ook de keelpijn. Waarbij mensen nog denken dat ik daar veel aan kan doen. Oh, en je sokken natuurlijk. Ja. Huisarts van Oort merkte dat voor veel van deze klachten behandelingen worden uitgevoerd zonder dat echt bewezen is of die wel werken. We weten nu bijvoorbeeld met een enkelverstuiking dat vaak wordt geadviseerd, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis, dat je zo'n enkel moet tapen of dat je er een brace omheen moet doen. Maar er is eigenlijk nooit een vergelijkend onderzoek geweest van, en wat als je dat nou niet doet? Is dat net zo goed? Is dat slechter? Is het misschien beter? Dat zijn van die dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, maar wat nooit is onderzocht. Als ik hem nou zo beweeg, hè? Gaat dat goed? Dat is wel heel veel pijn. Wat doet pijn? Nou, gewoon die beweging. Die beweging doet zeer. Die steek komt weer. Het Nederlands Huisartsengenootschap hoopt dat mensen bijvoorbeeld geld uit hun erfenis nalaten aan het nieuwe fonds. Om zo onderzoek naar dit soort alledaagse kwalen te kunnen doen. Alledaagse ziektes zijn veel voorkomend, kunnen ook zeer hinderlijk zijn, kunnen ook ziekteverzuim geven. En dan is het wel heel goed dat je op een wetenschappelijk goede manier mensen kunt diagnosticeren en kunt behandelen. Jaarlijks wordt er in Nederland voor rond de 1,3 miljard euro aan wetenschappelijk onderzoek gedaan in de UMC's, de Universitair Medisch Centra. Veel geld gaat naar fundamentele en medisch-specialistische onderwerpen. De Gezondheidsraad wees afgelopen maand in een rapport ook al op het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek voor gewone kwalen. Fundamenteel onderzoek is belangrijk, zal ook belangrijk blijven, maar dat is vooral ten voordele van de patiënten van morgen. Dat duurt vaak 20, 30 jaar lang voordat patiënten daar wat aan hebben. En dan moet er een hele hoop hordes genomen worden voor het daadwerkelijk zo is. Wij bepleiten een evenwicht waarbij er ook onderzoek wordt gedaan dat ten voordele is van de patiënten van vandaag. Dementieonderzoek bijvoorbeeld, worden al jarenlang scans van allerlei soorten en maten gemaakt, al 40 jaar lang. Daar zijn 20.000 artikelen over verschenen. Maar je kan je afvragen, wat komt er echt ten goede aan de patiënt met dementie? Ik ga eens even bij jou in je oren kijken. Ik heb daar een soort zaklantaarntje voor en ik wil bij jou naar je oren kijken. Dat doet geen pijn, maar het kietelt een beetje. Oké? Even doen? Ja. Nou, kom maar. Dit jongetje heeft slijmoren aan beide kanten. Maar wat nog wel eens gebeurt, is dat zeker als kinderen ook een spraaktaalontwikkelingsstoornis hebben, dat we overwegen om er buisjes in te laten zetten, trommelvliesbuisjes. Maar het is even de vraag van hoe zinnig dat is. Want met zo'n trommelvliesbuisje, je doet wel wat. Je maakt een gaatje in een gezond trommelvlies. En of het gehoor er beter op wordt, ja, tijdelijk wel. Maar of de spraaktaalontwikkeling daardoor nou verbetert, dat is nooit bewezen. Dat er geen onderzoek is naar dit soort alledaagse kwalen heeft met een aantal dingen te maken. Onderzoek naar alledaagse ziekte is niet zo heel erg sexy. En we gaan toch gauw voor de grote, spannende dingen die revolutionair zijn. En het andere is denk ik dat veel onderzoek wordt geïnitieerd door de farmaceutische industrie. En we komen natuurlijk ook vaak in de huisartsgeneeskunde dingen tegen die helemaal niet met medicijnen opgelost hoeven te worden. Dus waarom zou een farmaceutische industrie dan daar onderzoek naar doen? Ik denk dat dat twee belangrijke redenen zijn waarom het een beetje een ondergeschoven kindje is. Ik weet wat slijm is. Je weet wat slijm is? Ja. Nou, dat heb jij een beetje in je oren zitten. Oh. Ja, maar dat gaat vanzelf wel weer over, Loek. Maar het plakt wel. Het plakt wel. Toen ik huisarts in opleiding was, zie je ontzettend veel wratten op het spreekuur. We stipten dat aan met stikstof. Maar als je dan de literatuur erbij pakt, dan blijkt eruit dat er helemaal geen onderzoek naar is om dat beleid op te stoelen. Vandaar dat ik onderzoek heb gedaan hoe dat nou echt zit met wratten. Hij kon zijn onderzoek doen met geld uit een eerder fonds voor alledaagse kwalen dat eind jaren 90 werd opgericht. Een aantal jaar geleden is dat opgeheven.
Zijn onderzoek leverde een aantal verrassende inzichten op. Wat blijkt uit onderzoek op basisscholen in de huisartsenpraktijk? 1/3 van de Nederlandse basisschoolkinderen heeft vratten. Een jaar later is de helft daarvan af. Dus een natuurlijk beloop dat heel gunstig is. Vratten kunnen geen kwaad. Als je dan naar de huisarts gaat en het gaat behandelen, dan is de effectiviteit van die behandeling maar heel beperkt. En dat is voor handvratten, stikstoftherapie. In de helft van de gevallen helpt dat. En voor voedselvratten heeft alleen die stikstoftherapie geen zin. Is net zo goed als niets doen. Kijken of we daar iets voor weten. Maar dan mag je eerst even je sokken aandoen en je laarzen en je legging naar beneden doen. Dan gaan we zo... De Gezondheidsraad pleit voor een scherpe wijziging van de huidige onderzoeksagenda en denkt dat dat veel op kan leveren. Betere zorg voor patiënten, zinnige zorg, het nalaten van onderzoeken, diagnostiek, foto's die niet zoveel opleveren voor patiënten. Dat geeft wellicht ook financiële ruimte, creëert dat voor andere voorzieningen. Als het zou kunnen leiden dat mensen bijvoorbeeld veel meer zelfzorg zouden kunnen doen en niet de dokter of de praktijkassistenten nodig hebben, dan is dat prachtig. Loek, ik ga je een handje geven, vast. Dag meneer, zeg je erbij. Dag. Dag. En oma, tot ziens. Een handje geven. Goed.